Nee, het was een joke, mensen. Steven, ik zei nog, mensen, zou je memes van gaan maken? Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het dan weer tijd om de Reddit te gaan bekijken. En we gaan gewoon gelijk beginnen, dus let's go. Toen hadden we nog op de basisschool zat en... Ik lijk hier niet eens op. Hé, ik zeg je eerlijk, dit lijkt meer op Steven dan op mij. Dit moet gebeuren. Hanwee tegen Jeremy Freezer. Kijk, mensen, weet je wat het probleem is met Jeremy Freezer? Hij is irrelevant geworden. Geen meer relevantere tegenstander. Wanneer je met je vriend gestraft bent. Nee, de Chinese muur. Oh, hij wordt uitgebreid. Oh, shit, man. Wow, ook super toevallig. Ik draag daar twee keer een shirt met nummers op de achterkant. Mama, ga met je neefjes spelen. Mijn neefjes. Ah, weer wordt gewoon de Wim Hof video daarvoor gebruikt. Ik zweer mensen, ik ben niet raar. Zoek de verschillen, fuck off. Oké, okay, wat, hè? Huh? Die begrijp ik nog even niet. Hij is best stuurlijk, hoor. Wauw, wauw. Wow, hij timed perfect. Monkey on the car. Monkey on the car. Fuck off. Oh, daar was die fuck off voor. Ik snap het dan niet helemaal. Hé, hoe kunnen jullie dit Nathalie aandoen, man? Ik zag trouwens ook super veel comments onder die video van... Hé, ik wist niet dat er meeuwen in de woestijn zaten. Rip Nathalie, man. Welkom in de hel, Dave. Waarom? Ik heb niks slechts gedaan. Oh, echt waar? Nou, hier staat anders dat je niet geabonneerd was op Hanwee. Shit. Kijk precies, mensen. En daarom moet je abonneren op mijn kanaal. En omdat je me natuurlijk gewoon support, hè. Dus, hey, abonneer. Dankjewel. Want ik bedoel maar, we hebben al bijna 2 miljoen abonnees. Oké, wacht. Dat is niet waar. Hé, maar wellicht als jullie allemaal zouden abonneren, zou het wel waar kunnen worden. Dus, hey, abonneer. Mama, ga met de buurjongen spelen. De buurjongen. Wat is dit? Nee. Dit ziet er zo stom uit. Ik ben niet die rare buurjongen. Stop. Hanwee die voor het eerst klaarkomt. Stop alsjeblieft. Wat hebben we nou weer? Nice. Hoe lang gaat de Chinese muur nog worden, lol? Oké, we hebben nu 3 Hanwees bij de Chinese muur. Wat is dit? Waarom is dit nou weer een trend geworden? Ik kan nu niet eens meer normaal tegen mijn muur aan gaan staan. Nee. Hanwee Remix, wat is dit? Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we dus weer de Reddit checken. Oh. En ik heb hier zin. En dit is nu een space, man. Ik maak nu een Reddit video, terwijl ik kijk naar ik die een Reddit video presenteer. Oké, maakt niet uit, we gaan door. Wat is dat, mensen? Wat is dat, mensen? Oh, de pokoe! It's Major Sean. Hey, let's go! Oh, hij heeft mij geremixed! Ik kom binnen met die chopsticks. Kom niet fokken, want dan box ik. Witte rijst op je bord, bitch. Heb je honger, ja, dan bok ik. Wat dit? En die Nathalie, die kan me. Fuck Gio, dit is Hanwee. Wow, hey, dit is kapot hard. Ook geweldig welk plaatje hij voor Nathalie gebruikt. Gooi rijst op je kleine brada Steven. Pak die Millie, zep zeker. Hey, die was kapot hard, man. Hey, die krijgt gewoon zo'n upvote. Let's go. Hey, is dit gewoon de nieuwe Hanwee Reddit track? Hey, hard gedaan, man. It's Nigel Sean. Oh, wow, wat is dit? Thumbnail, na. Zelfde thumbnail, na. Nog een keer dezelfde thumbnail, na. Nog een keer dezelfde thumbnail naar Hanwee, dezelfde thumbnail die net iets anders is. Yeah! Wow, echt ongelooflijk. Wat is dit? 5 keer dezelfde thumbnail of wat? Crazy, man. Joey, Hanwee's bankrekening. Het grappige is dat dit oprecht nog Joey's arm is. Hanwee tegen zijn wc-rol. Listen, you think you need me, but you don't. Please, leave me alone. But coronavirus. You're not listening to me. I am toilet paper. You need medicine. Gloves. Food. And toilet paper. No, for my butt. Oh yeah. Are you dumb? Yes. Ja. Het enige wat je nodig hebt in het leven is een wc-rol. Ja. Ik wist niet dat er knuffels van Hanwee bestonden. Moet ik dit gewoon nou voorstellen omdat hij dik is? Ja. Wanneer Hanwee Joey ziet die smooth probeert te doen. Oh nee, is dat hem? Oh nee. Stop. Oh. Godverdomme. Dit commentaar. Oh, wat is dit? Oh!
Wat is dit? Wat gebeurt er? Oh, godverdamme. Oh mijn god, wat is dit allemaal, jongens? Oh, waar kijken we naar? Ja, deze commentaar klopt wel. Ja, ja. Hey, wat is dit dan weer voor fanart? Waarom dit gezicht? Van elk gezicht waar je fanart van kan maken, pak je... Oh, wat hebben we nog meer dan? Oh, oh, wow! Wow, hey, dit is denk ik oprecht een van de dikste fanarts die ik heb gezien. Deze is echt hard. What? Steven met de appel is de back. Oh, wow. Oh, nee. Oh, je hebt Natalie ook zo gepakt, man. Natalie ziet er hier echt vies uit, man. Wow. Hey, maar nice gedaan, bro. Nice gedaan. Wanneer je poept op een feestje. Oh, oké. Okay. Heel specifiek iets. Oké, okay, let's go. Yo, ruiken jullie dat? Iemand loopt een poep op de wc. Wie is daar? Zijn gezicht. Kom eruit en laat je gezicht zien! Gewoon op iemand te What? Wie is daar? Kom eruit, vriend, schaam je niet! What the fuck? Bro, de hele gang steekt, man! Yo, dat is zo fucked up, man. Ik had het ook op de middelbare school. Ik had gewoon die paar keer dat ik moest schijten, toch? En elke keer wanneer dat iemand naar binnen liep, je moest stil zijn. Je kon niet op dat moment je drol droppen. Ah, ongelooflijk. Han weer op de wc. Nah. Steven op de wc. Nah. Gio op de wc. Nah. QC op de wc. Yeah. En QC, welkom bij de wc gang. Vind het alleen jammer dat je broek nog aan hebt. Maar goed, oké. Okay. We zien door de vingers. Han heeft een nieuwe fan. Hey. Ronald die de merch draagt. Ja. De in de dierentuin. Oh, zielige Natalie. Waarom trekt ze altijd dit gezicht? Ik wanneer ik in een nootje stik. Waarom trek ik altijd dit soort gezichten? Wat is dit? Hoezo zijn er zoveel rare momenten voor mij? Gio wanneer Jade zich omkleedt. Oh, wauw. Dit is ook nog echt Gio toen hij klein was. Wat? Wanneer Hanne erachter kwam dat mensen op Joey hadden gestemd. Oh, ik lach ze gewoon uit. Ik ging zo stuk op dat moment, hè. Toen ik die ei op Steven gooide, ging zo stuk. Had mij ooit gedacht dat dit zijn voorbeeld zou zijn? Wow, hey, dit lijkt best wel op elkaar nog. Chinese muur 2.0. Oh, Steven joint de muur. Yeah. Wat is dit? Hanwee traint om vriendin te fixen. Hanwee heeft een vriendin. Hanwee stopt met trainen. Dikke Hanwee memes. Hanwee begint weer met trainen. Dikke Hanwee memes, dat fout. Hey, dat is ons avontuur. Is Hanwee nou net zoals Glenn ook als een t-shirt aan het uittrekken? Nee, nee. Luister dan, ik had het die dag al warm, oké? Daarom had ik zo'n shirt aan. Hij ziet er al wel vaak warm, hoor. Ik denk dat ik vaker zulke shirtjes ga dragen. En niet omdat ik op Glam wil lijken, hè? Omdat ik het warm heb. Echt waar, echt waar. Sus. Wat is sus? Net zoals wij. We hebben één keer seks, we zijn in. Wat? Nee. Nee, nee. Hey, dat was een joke. Dat was een joke, mensen. Oh, wow. Wow. De volgende. Ik scroll letterlijk eentje naar beneden. Gay po. Oh, wat? Nee! Steven, ik zei nog, waar zou je memes van gaan maken? Heb je iets uit te leggen, Hanwee? Nee! Nee, wat zijn al deze memes opeens? Ik die Joey knuffelt. Sorry, maar ik moest het doen. Ah, wat moest je doen? Je moet helemaal niks! You broke it. Oh. Wat? Ik stond nog steeds niet wat je moest doen, maar goed. Wanneer Hanwee met Natalie zoent? Nee! Eigenlijk ben ik zo raar, hè. Jullie kunnen zoveel rare momenten van mij pakken. Natalie voelt zich ongemakkelijk. Hanwee, die is een tepels show. Waarom show ik nou ook weer mijn tepels? Ik weet het niet meer. Hanwee, geef je mening over dit idee. Hanwee versus Glenn Fontijn. Natalie versus Louise. Hey! Hey, ik zeg jullie eerlijk. Ik vind dit oprecht nog een goed idee. Maar weet je, wat nog een beter idee zou zijn? Hanwee versus Glenn Fontijn en Natalie versus Louise. Hey, ik zeg je eerlijk, dat zou oprecht gewoon de ultieme battle zijn. Ik, wanneer ik aan het schijten ben. Hey, ten eerste. Je schrijft scheiden verkeerd. En ten tweede, waarom trok ik dit gezicht? Wat is dit? Ah! Ik vraag me nu oprecht af. Waarom trok ik dit gezicht? Docent, van fouten word je sterker. Hanwee na het geloven van Joey. Kastoe. Ja, dat was een grote fout. Een hele grote fout. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon rechtgezet. Met die KO. Sorry Hanwee, maar het moest echt. Please niet boos worden. Oké, kijk, weet je wat? We gaan gewoon weer een voorspelling doen zonder dat ik iets gezien heb, hè? Er gaat de dikke Hanwee Joe komen. Nou, ik ben benieuwd. Wat zou er komen? KO! Boy. Sowieso een tsunami, sowieso, yeah. Sowieso. Oh, nee, we zijn gerickrolled. Oh, sterk, heel sterk. Maar nee, we zijn gerickrolled. Luister dit met je ogen dicht. Oké, jullie kennen het gevoel vast wel. Je zoekt een super lange krulvriet. Hoe langer, hoe beter. Maar ik durf te wedden dat jullie krulvriet nooit zo lang was als deze krulvriet. Hij heeft de jackpot der krulvriet ontdekt. Dit is gewoon de legendarische krulvriet die iedereen wel een keer in zijn leven wilt hebben ontdekt. En ik zeg je ook heel eerlijk, dat ziet er erg smakelijk uit. Ik weet niet wat het is, maar het gevoel om zo'n super lange te krijgen is gewoon nice. Oké, ja.
Op zich, ik zeg niet heel veel raars. Maar als je een beetje een vieze gedachte erbij hebt, ja, ik snap het. Oké, we gaan door. Joey Craig be like, wow, deze virtual reality is zo realistisch. Je hebt geen vrienden. Oh, sad Joey. Ja, moet je maar niet iedereen oplichten, hè? Petitie om Steven te laten boksen tegen Joey Craig. Hé, mensen, Steven speelt goed voor Joey Craig. Kom met een betere tegenstander. Maar ik zweer, hè, Steven is echt kastig geworden. Hij kan gewoon meer bank drukken dan ik. Hoe ben ik zwak geworden? Huh. Voor die hand wil je Nathalie nooit meer gaan zien. Oh, nee. Nee. Waarom stond ik daar ook alweer? Dat was echt zo'n hele trieste hel. Die verwacht ik niet. Sorry Hanwee, maar... Kijk, elke keer als mensen gewoon beginnen met sorry Hanwee, ik verwacht een dikke Hanwee meme. Maar tot nu toe is het nog niet gebeurd. Dus hey, ik ben benieuwd. Wow, wow. Hey, die... Hanwee. Ik ben helemaal dik. Ja, kijk, sorry, maar dit vond ik echt een hele slechte. Wow. Hanwee die smooth doet. Oude versus nieuwe. Oude, oh, wow. Ben ik zelf al veranderd? Nieuwe. Hanwee zijn meest bekeken video's. Ze hebben 6,9 en 4,2 miljoen views. 69 en 420, let's go! Wow, besef hè, top 15 verboden reclames, 4,2 miljoen views. En Minor Thing, gewoon bijna 7 miljoen views. Hé, dat is echt ziek. Wanneer Nathalie beseft met wie Hanwee is vreemd gegaan? Steven, dit is echt jouw schuld, hè. Dit is echt jouw schuld. Maar ja, goed mensen. Dat waren denk ik wel weer genoeg memes voor vandaag. En ik denk dat het wel duidelijk is wie de 50 euro deze keer heeft gewonnen. Namelijk de Hanwee Remix. Hey! Applaus, applaus. Maar ja, goed. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.